In deze video maak ik steektartaar met een salade van lauwwarme asperges en een gepocheerd eitje. We beginnen met de bieslook crème te maken. Daarvoor heb ik hier twee bossen bieslook. Die ga ik even kort blancheren en daarna terugkoelen op water. En dit maak ik nu heel verdroogde bieslook, zodat er geen water in de olie komt. Dus krijg ik straks een hele dunne aanmaak voor mijn steektartaar. Die doe ik nu bij de zonnebloemolie. Nu heb ik hier de bieslookolie en die giet ik op het ei, de mosterd en de azijn. En dan ga ik met mijn staafmixer van onder heel langzaam naar boven en dan ontstaat er ook een crème. En dit is dan de basis voor de steektartaar zometeen. Dan gaan we verder met de asperges. Ik heb hier een bouillonnetje gemaakt van water, roomboter, laurier, foelie en zwarte peper. En daar gaan we de drie verschillende asperges gaan we in garen. Ik heb de witte, de groene en de paarse. De paarse zie je niet zoveel. En die groene en die paarse blancheer je normaal gesproken. Maar ik ga ze ook koken in de asperge bouillon. Om die asperges ook meer smaak te geven. Deze hoeven niet geschild te worden. Die witte schil ik wel even. Ik snij hem even door de helft, zodat hij in het pannetje past. Bij de groene en de paarse snij ik even het kontje ervan af. Die is wat houterig. Dus deze doe ik in het kokende water. Samen met de groene en de paarse. Laat ik heel veel minuutjes staan en dan zet ik het vuur uit en dan laat ik ze daarin doorgaren. Dan gaan we nu even het vlees snijden. Ik heb hier een stukje kogelbiefstuk. Dus we beginnen met eerst het vlees in plakjes te snijden. En daarna kunnen we nu kleine blokjes snijden. Het vuur van de asperges zet ik nu even uit. En die laat ik nog heel veel doorgaren in de bouillon. Oké, de steektartaar is gesneden. Die gaan we nu in een kommetje mengen met de bieslookcrème. En dan brengen we die even extra op smaak nog met zout en peper. En dan ga ik het mengen. Het is wel een andere steektartaar dan de klassieke met eidooier en mosterd en worcestersaus. Het is een iets modernere versie van de steektartaar. Ondertussen haal ik de groene en de paarse asperge uit het vocht. De witte laat ik nog heel even doorgaren. Normaal gesproken zou je dit terugkoelen op koud water. Dat doe ik niet, omdat ik er zo meteen een lauwwarme aspergesalade van ga maken. Ik heb ook een stukje gedroogde worst. Om de steektartaar iets meer pit te geven, ga ik daar kleine stukjes gedroogde worst door de aspergesalade heen verwerken. En die snij ik in brunoise. Kleine blokjes. Daar doe ik ook de gesneden gedroogde worst bij. En daarbij gaat een half shallotje. En daarbij snij ik nog een beetje bieslook. Daar doe ik wat zout en peper bij. En een beetje citroen, rasp en schil voor het frissen. Mengen we even. De kopjes snij ik even door de helft. Ik ga zo meteen als garnering erbij. Dan gaan we een eitje pocheren. Daarvoor gebruik ik hetzelfde water als de bieslook. Die ga ik even koken. Bij het pocheren van een ei voeg ik altijd azijn toe. Dan stolt het eiwit. Gaat veel mooier om de eidooier stollen. Als je dat niet doet, dan verspreidt in één keer je hele eidooier over de hele pan. En dan heb je niet echt een gepocheerd eitje meer. Dus ik heb nu het water met de azijn. Ga ik met de garde, maak ik een draaikolkje in de pan. Het water uit. En doe ik het eitje precies in het midden van de draaikolk. Ondertussen gaan we het bord gaan we opmaken. Ik heb hier een mooie steker, zoals we dat noemen. Die kun je in elke kookwinkel wel krijgen. Daar doe ik de steektartaar in. Daar doe ik die lauwwarme aspergesalade bij. Oké, het eitje is klaar. Die hou ik in het pannetje. Die dep ik heel verdroogd op een keukenpapiertje. Omdat ik niet dat azijnwater
op mijn gerecht wil. Maak af met wat zout en wat peper. Dan heb ik hier nog die mooie kopjes van die asperges. En die garneer ik een beetje eromheen. En voor de show snij ik nog heel even het eidoortje door. Zodat je kan zien dat die mooi lopend is. En dit is mijn gerecht, steak tartare. Met de salade van lauwwarme asperges. En een gepocheerd eitje.